zeker. Ik ben Marion. Dit is Jo Janneke. We zijn van het plantasiel Voorburg. En wat je bij ons kan doen is dat je planten kan adopteren die andere mensen niet meer willen, omdat ze niet meer voor kunnen of willen zorgen. En je kan dus ook planten brengen. En het leuke is dat we dus van alles langs krijgen, want ja, Janneke zegt planten die mensen niet meer willen hebben. Nou ja, je kan je niet voorstellen dat iemand dit niet wil hebben. Dus deze plant is gered en die krijgt een nieuw huis en dan, nou ja, iedereen gelukkig. En hoe werkt het? Waar breng ik dan die planten die ik niet meer wil? Die kan je gewoon bij ons brengen. Dus bij onze huisadres. Alle planten staan bij ons binnen. En van de zomer en in het voorjaar staat voor ons huis dat ook een hele grote ruilkast. En dan kan je zelf plantjes ruilen. Dus kun je zelf je plantjes meenemen en weer nieuwe ophalen. En dat kost niks voor de mensen? Nee, in principe ruilen we. Ja, het is op basis van ruilen. Dus wat dat betreft, als je iets leuks terugbrengt, is dat prima. En als je nou echt niks te ruilen hebt, dan hebben we ook altijd nog ons spaarvarkentje waar een donatie in kan. En dan kopen we weer potgrond. Nou, en dat. En ja. Hoe lang bestaat zoiets als dit dan? En hoeveel zijn er in Nederland? Nou, wij bestaan sinds augustus vorig jaar, dus ruim een jaar. Ja. En in Nederland zijn er wel verschillende plantenasielen. Ja, hoeveel moet ik schuldig blijven? Ik denk een stuk of 30, misschien 40. Maar er is natuurlijk maar één plantasiel zoals het plantasiel Voorburg. En loopt dat nou een beetje? Zien jullie een stijging of hoe moet ik dat zien? Nou, het is bijna een fulltime baan. En de grap is ook dat tijdens de corona hebben we heel veel aanloop gehad. Heel veel mensen die dan toch even met zo'n loopje denken van, nou weet je, dan ga ik even bij de planten kijken. We kregen ook heel veel enthousiaste reacties van, nou wat fijn dat ook in deze donkere dagen er wat leuks is. Dus... Leuk ze. Het gaat als een tierenlier. We hebben heel veel aanloop. Soms wel 30, 40 man op een dag. De cactus wordt zwaar. Ja, maar super. En deze mogen de mensen in Den Haag adopteren van jullie? Ja, we hebben een heel mannelijk arrangement voor hun gemaakt. Ja. Daar gaan we ze blij mee maken hopelijk. En wat is een mannelijk arrangement? Die cactussen of wat? Cactussen. Ja, we hadden zelf in gedachten het arrangement stekels en stengels. Nou ja, stekels dat is bijvoorbeeld deze. Stengels is een ook van het wensenlijstje van de mannen. Zo'n volgens mij Chinese telplant. En die is heel lang. Dus een stengel en zo zijn er nog meer. En ze hoeven geen water. Ze hebben weinig water nodig. Precies, ja. Dat is handig. Ja, en een beetje ruig. Ja, hey, bedankt hè. Ja. Super en succes. Dank je wel.